Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zoals je kan zien, zit ik niet meer op hetzelfde plekje. Ik ben niet veranderd van kamer en ik heb eigenlijk niet zoveel hacks gedaan, maar het was wel een hele verbouwing. Ik heb namelijk mijn setup omgebouwd. Nagini zit aan de time turner, jongens. Ze wil terug in de tijd. Ze vindt deze setup niet leuk. Nee, de, ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb. Maar eventjes back to. How it was voor. In augustus heb ik samen met TechTime Marco. <laughs> TechTime Marco, hij heet gewoon Marco, maar. Ik zeg even TechTime, want dan weet je misschien beter wie het is. Uh, die heeft mij geholpen met mijn uh, cable management van mijn setup in het nieuwe huis. Nou, uh, was dat helemaal mooi en prachtig. Alleen kwam ik er al snel achter dat die muur achter mij een hele vette muur ging worden. Hexacons achtergemaakt. Uh, dat is geluidsisolerend, waardoor de slaapkamer die achter die muur zit, uh, dat je daar niet de hele tijd constant mij hoort kletsen. Dus als, als mijn vriend op bed ligt, dat hij mij hoort streamen. Daarvoor had ik dat gemaakt. Ik wilde eerst gewoon van die eierdoppen tegenaan doen, weet je wel, van dat foam, van dat noppenfoam. Maar dat is gewoon een beetje lelijk. En toen heb ik met mijn vriend overlegd en die, toen zagen we dit op het internet. En het was best wel duur om te kopen, kant en klaar. Dus ik dacht, weet je wat, dat kan ik zelf wel maken. Dus dat heb ik best wel lang geleden gedaan. Nu was mijn setup ge, ja, eigenlijk een kwartslag gedraaid. Dus ik zat met mijn neus die kant op, waardoor je die kant als achtergrond had. En dat was best wel een saaie achtergrond. Het had niet veel met gamen te maken. Dat was een wastafel en ja, je zag de deur. Want ik vind het altijd leuk dat je dan mensen langs ziet lopen. Hè? Dus als mijn vriend langs loopt, dat je dat dan ziet. Het was verder niet cool of zo. Terwijl ik heel erg in mijn hoofd had van... ik wil die coole vette, zoals die muur, als achtergrond. Um, dus ik zat al vanaf november te zeggen... ik ga mijn set binnenkort omdraaien. Maar nooit had ik daar zin in. Want het is best wel een hoop werk. Ik heb een muis, een keyboard, een muismat met een USB-stekker... een microfoon, een headset, speakers... Een streamdeck, drie monitoren, een camera waar, je nu, waar ik nu tegen praat, um, een ringlamp, uh, dan heb ik een Nintendo Switch, een Playstation en een printer en de Cricut Maker. Ik heb echt van alles wat bekabeld is en soms sommige van deze dingen hebben niet alleen een kabeltje van het, bijvoorbeeld zoals de mic, die heeft, niet alleen, die heeft wel alleen een kabel van... Van de mic naar de computer. Maar bijvoorbeeld mijn camera heeft een kabel naar de computer. Maar Nagini, hou ze op meid. Mijn camera bijvoorbeeld heeft een, ka een, een kabeltje van de camera naar de computer. Maar ook van de camera naar een stopcontact aan. Want heeft het geen stroom. En ik heb dus heel veel kabels. Dus ik zat er heel erg tegenop te kijken. Nu was ik vrijdag. Had ik om 7 uur mijn laatste kop koffie op. Terwijl ik dus eigenlijk geen koffie drink. Je denkt echt waar gaat dit verhaal heen, maar ik kom er bijna. Slapen om 11 uur. Nou, slapen lukte mij niet. Ik lag klaarwakker. Ik lag in bed zo. Ik dacht, weet je wat? Ik ga van die klusjes doen die echt al lang op mijn lijstje staan. En toen zag ik wat staat er nou bovenaan mijn lijstje. Toen dacht ik, weet je wat dat is? Zet het omdraaien. Dus mijn vriend lag al te slapen. Die was in ieder geval aan het proberen te slapen. En ik ging in de kamer ernaast. Heel stil, dus muisstil ging ik met me, met mijn setup omdraaien. Ik heb alles netjes afgesloten. En op een gegeven moment kwam ik op het punt dat alleen mijn monitoren nog stonden op mijn, op mijn tafel. En mijn computer. En die wilde ik eigenlijk niet ontkoppelen en zo. Want ik dacht: weet je, dat doe ik liever niet. Want dat zit goed. Dan kan ik het draaien en dan zit dat allemaal goed. Dus. Daarvoor had ik echt wel iemand anders nodig om mij te helpen, en ik wilde mijn vriend niet wakker maken, dus was het één uur en ik dacht, weet je wat, ik ga naar bed. Dus half twee lag ik wel te slapen gelukkig, en de volgende dag stond ik om zeven uur op en ik had meteen weer die setup in mijn hoofd van dit gaan we doen. En gelukkig wilde mijn vriend me even gauw helpen met het omdraaien, dus toen stond het klaar. Toen kon ik alles aansluiten. Toen heb ik heel veel tijd genomen om alles super netjes weg te werken. Ik ben mega trots op het eindresultaat. Voordat we naar het eindresultaat gaan, wil ik jullie eventjes meenemen in een timelapse hoe ik alles heel netjes zat ja, te ordenen achter mijn PC. Dus je ziet misschien niet zoveel, dus ik zal het een korte timelapse maken. Maar uh, laten we gauw even kijken. with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, flip locking, but you. Oh my baby, so I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life, Jay walking, cross walking, lip locking, Zoals je ziet, lekker in mijn badjas aan de slag gegaan. En vervolgens mijn tenniskleding aangedaan. Want ik had daarna een afspraak die ik verzet heb, een uurtje uitgesteld heb. Omdat ik dacht: ja, ik wil wel gaan tennissen. Maar ik wil eigenlijk nu klaar zijn met deze setup ombouwen. Dus ik had precies op tijd had ik alles eigenlijk klaar. Ik moest alleen even mijn kamer nog opruimen. Maar dat dacht ik. Dat kan ik later wel doen, nog na de tennis. En ik ben eigenlijk. Heel erg blij met het eindresultaat en ik wil jullie even doornemen waar, ja, hoe het allemaal nu eruit ziet en hoe blij ik ermee ben. Je komt de kamer binnen en dan zie je in de linkerhoek achterin dus mijn uh, pc. Hier in die koof die in de hoek zit, daar zit ook de internet aansluiting in. Daar heb ik dus een uh, switch liggen, een uh, netwerkswitch. Dus daar kun je meerdere netwerkkabels in doen. Zo heb ik er eentje naar ook de Philips Hue Bridge, die zit daar dan in. En een, uiteraard een kabel naar mijn pc. Maar stel dat ik op mijn Playstation ook bekabeld internet wil, dan kan dat ook aangesloten worden. Dat heb ik alleen nu niet aangesloten. Dan heb je daar twee kastjes. Daar zit eigenlijk rommel in. Daar moet ik nog voor... Dat is meteen een puntje wat ik wil uit, uitbreiden in mijn gamekamer. Een kast, een uh, soort, soort van kledingkast, maar ook voor rommeltjes. Want <laughs> ik krijg natuurlijk best wel veel dingetjes opgestuurd, wat ik niet allemaal weg wil gooien. Ik wil best wel veel dingen bewaren en ik vind het leuk ook de achtergrond om daar een beetje in te variëren. Dus dat er de ene keer iets anders in mijn kast achter me staat dan de andere keer. Uh, en ja, die andere, al die game dingen wil ik gewoon bewaren. Ook al die kleding die ik krijg, kle uh, game kleding, ja, dat wil ik wel bewaren, maar ik heb geen plek in mijn kledingkast. Dus daarvoor een kast. Nou, dan zit ik dus voor het raam met mijn neus. Ik heb een uh, zwart, ja, niet lichtdoorlatend gordijn ervoor hangen. En dan heb ik daarvoor dus mijn camera staan met de ringlamp. Dan de drie schermen. En daarvoor heb ik dus alles. Um, qua, qua peripherals heb ik die allemaal daarvoor liggen. Dus mijn keyboard, muis, key, muismat, mic, headset standaard en de headset. Ook mijn switch staat naast mijn computer onder een scherm. Scherm. Daar zou mijn PlayStation ook staan, maar die is gekaapt door mijn vriend. En dan heb ik naast mijn computer, wat je niet zo ziet in eerste instantie, heb ik een printer en mijn Cricut Maker. Waar ik hele toffe dingen mee ga maken voor in mijn webshop. Maar dat komt. Hopelijk binnenkort. Alles op zijn tijd. En mijn streamdeck uiteraard. En mijn speakertjes had ik al over gepraat. Mijn setup voor nu. Ik ga nog een in-depth setup tour doen met ook echt mijn specs van me, wat er in mijn computer zit. Alleen ik ga binnenkort, nou ja binnenkort, ik ga ergens in 2021 een nieuwe pc bouwen. Dus daar komt een uitgebreide video, uiteraard, over. Laten we eventjes door mijn uh, gear gaan. Want dat vind ik wel. Daar krijg ik ook heel veel vragen over altijd. Uh, ten eerste, laten we bij de stoel beginnen. Oké, okay, ik heb dus de Trust Gaming Resto Gaming Chair Pro. En die is echt prachtig, want het is een gouden uh, gamestoel. Ik ben er echt heel blij mee. En ik vind hem heel professioneel staan ook op stream. Dan vervolgens zie je heel groot in beeld ook best wel mijn microfoon dat is de Trust Gaming GXT 258 Fry microfoon is een USB microfoon en ik vind het echt een heerlijk geluid uh, om naar te luisteren dus daar ben ik zeer tevreden mee arm mic arm die heb ik op Amazon besteld gewoon eerste beste en wat ik volgens mij is die van rode ik heb um, het fijne hiervan is dat hij heel flexibel is dus ik kan mijn mic wegduwen Draaien omhoog, omlaag, alles. Ja, dat vind ik gewoon mega chill. Daar heb ik wel lang naar gezocht om een goede te vinden. En dan mijn headset: is de Trust Gaming GXT 414 Gaming Headset. Hele chille headset. Niet, zo groot, niet met veel tieren lantijntjes. Gewoon lekker leer om je oorschelpen. Niet helemaal noise cancelling, maar wel noise reducing. En ik hoor echt heel veel in games. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus dat ik niet uh, stappen of zo mis in een shooter. Of uh, de pings van de verkeerde kant hoor. Ja, enig. Jammer is dat hij een kabel heeft. Want die kabel is het enige kabel die je echt heel goed ziet. Naast mijn webcam. Kabel voor de Nakini Cam. Die vind ik wel jammer. Maar ja, als er een hele goede Bluetooth headset komt. Of een, een wireless headset. Dan zijn jullie de eerste die het weten. Want ik kan ook echt niet wachten daarop. Nou, dan heb ik dus de, de, de headset stand, dat is waar ik de headset ophang. Dat is de Trust Gaming GXT260 Sender Headset Stand. Ja, vet chill. Je hebt ook een nieuwe, die is ook heel leuk met RGB lights. Maar die heb ik niet. Ik dacht, ja, ik heb deze al, dus moet ik nou die, het vernieuwen? Nou, misschien in de toekomst. Nou, dan gaan we naar het keyboard. Die is prachtig. En ik heb hem al zo lang dat ik kan herinneren die is al zo lang in de mar markt en hij is ook echt mega chill. Is de trust gaming GXT 865 Asta mechanical gaming keyboard uh, klinkt top. Je hoort hem niet op mijn mic. Dat is ook wel chill. Dus als ik aan het typen ben hoor je niet de, dat getikt de hele tijd. Nou verder heb je de, de muis. Is een nieuwe muis. Ik weet even niet hoe die heet. Maar dat komt nu in beeld. Dat is de GXT en hij is heel mooi met die kleurtjes. Dus een beetje pastelkleur en daar hou ik heel veel van van RGL. RGB, pastel. Ja, mij better. Nou, en dan de mooiste, waar ik ook best wel trots op ben, dat ik zo, ja, zelfs een muismat met RGB heb. Dit is de muismat van Trust Gaming GXT 764 Flexible RGB Mousepad XXL. Mega groot. Dan heb ik een camera, die waar ik nu ook mee film... Uh, en ook niet mee filmen op het moment. Uh, dat is de Sony Alpha 6300. Met een Elgato Camlink. Daar hoort ook een HDMI-kabel bij en zo. Maar goed. En een uh, dummy-adapter. Dan is mijn Catcam een Logitech C9220-webcam. En volgens mij heeft het dan alles gehad. En de Streamdeck is van Elgato. Dat, zijn al, dat is alle gear die ik gebruik. Oh ja, die ringlamp krijg ik ook heel vaak. Over en dat zal ik denk ik even in beeld zetten, want ik weet zo uit mijn hoofd niet welk merk dat is. Uh, ik heb hem in ieder geval volgens mij op Amazon besteld. Amazon is the way to go, guys. Nou, dat was het, denk ik. Dat was een beetje mijn setup. Uh, een mini-toertje over ook op mijn setup heen. Dank jullie wel voor het kijken. Ik vond het uh, erg leuk om deze video te maken en ik kan niet wachten om ook mijn PC te gaan bouwen en weer een hele lekkere taggy. Video te maken. Laat ook iets achter. Je, er is vast een vraag of een opmerking die je nu bedacht hebt tijdens deze video en dat je denkt: ja, dat wil ik weten. Vraag het vooral. Ik vind het super leuk om die interactie te hebben op YouTube. Dus laat even een leuke comment achter. En dan wens ik jullie een hele fijne dag nog verder. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneren kun je leren. Dat doe je op de rode knop hieronder. En het is heel easy: je klikt erop en dan staat er subscribed of geabonneerd. En dan is het goed. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Doei.